De eerste week van oktober verliep met heel rustig najaarsweer. Vrijwel geen neerslag en ook flink wat ruimte voor de zon. Het was daarbij ook behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. En dat zien we ook duidelijk terug aan deze foto. De thermometer die opliep naar 20 graden, maar wel in een volop herfstachtige setting. De vraag voor de komende 30 dagen is, houden we dat rustige najaarsweer vast? Of gaan we toch een wat guurder en onstuimiger weertype meemaken wat verderop in oktober? Nou, voor dat zachte najaarsweer begin ik eventjes met de temperatuurpluim, ook van het Europese weermodel. We gaan zo in wat meer detail nog naar de weerkaarten van Europa kijken. Maar in de temperatuurpluim valt ook te zien dat het begin van die 30-daagse vrij zacht verloopt. Begin oktober is 15 of 16 graden ongeveer gebruikelijk. En ook aan het begin van de nieuwe week komen we ongeveer rond die waarde uit. En wat verderop in de pluim neemt de spreiding en de onzekerheid natuurlijk wat toe. Maar van een hele scherpe temperatuurdaling is vooralsnog de komende 15 dagen geen sprake. Nou, wat voor een weertype kunnen we daarbij dan verwachten? De luchtdrukverdeling is daar vaak wel een goede indicator voor. En tijdens de week van 10 tot 17 oktober wordt door het Europese weermodel in de buurt van de Azoren een overwegend hoge luchtdruk berekend, zo'n 5 tot 10 hectopascal boven het gemiddelde. En dat geeft wel aan dat er in die omgeving wel een vrij goed ontwikkeld Azorenhoog kan voorkomen. En op het moment dat dat hoge drukgebied een uitloper maakt richting het westen van Europa, kan ook in Nederland wel een wat hogere barometerstand voorkomen. Ten noorden van ons juist een wat lagere luchtdruk, daar 10 tot 20 hectopascal onder het gemiddelde. Maar we bevinden ons in Nederland dus wel een beetje op het grensvlak. Dus het is nog niet helemaal in beton gegoten waar die hoog- of lage drukgebieden precies gaan voorkomen. Die week daarna, 17 tot 24 oktober, houdt dat patroon een beetje stand. Wat lagere luchtdruk ten noorden en oosten van ons. En dat Azorenhoog, dat blijft ook wel in de weerkaarten zitten. Verschuift ietsje naar het noorden, maar de verschillen zijn eigenlijk minimaal. Dus tijdens de eerste twee weken is het toch wel een vrij duidelijk signaal voor een luchtdrukverdeling die er ongeveer zo uit zal zien. Natuurlijk met de nodige verschillen als de tijd vordert en de verwachting wat zekerder wordt. Wat ik helaas net niet kon laten zien is de pluim voor de windsnelheid. En tijdens die week van 17 tot 24 oktober wordt wel een wat hogere windsnelheid verwacht. En dat geeft wel aan dat we dan echt wel met een wat onstuimiger weertype te maken kunnen krijgen. En ook in de neerslagkaart valt op dat het dan natter dan gemiddeld is. Zo'n 10 tot 30 mm boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Dus meer wind, meer regen. En ook een wat lagere temperatuur geeft wel aan dat we halverwege oktober mogelijk wel eens zo'n wisselvallige herfstweek kunnen krijgen. De afwijking 0 tot min 1 graden onder het gemiddelde. Halverwege oktober hebben we het dan over 13 of 14 graden volgens het klimatologisch gemiddelde. Dus dan zullen we over temperaturen praten zo tussen 10 en 15 graden. Nou, op de langere termijn verdwijnt die temperatuurafwijking in onze omgeving. Maar wat wel opvalt is wat warmte ten oosten van ons en ook ten westen van ons. En wij bevinden ons een beetje in een soort niemandsland daartussenin. Dan nog even samenvattend, het eerste deel van die 30-daagse rustig najaarsweer en tijdens die tweede helft van oktober mogelijk wat natter en onstuimiger.